Goedemorgen, beste abonnees, beste kijkers. Nou, het is de zoveelste dag. Ik ben de tel even kwijt. Het is zondag. Ja, zondag. Nou ja, gisteren was het redelijk weer. Het is vandaag vies, miserig. Zoals je kunt zien achter mij. Goed, ik ga straks weer op pad. En dan ga ik richting Tromsø. En ik zie wel hoe het weer is. Maar ik denk dat we de hele dag gaan rijden met regenkleding. Zo lijkt het er wel op. Dus, maar goed, het is zoals het is. Ik heb al heerlijk geslapen. Dus ook wel even lekker. Dus, Hallo. Morgen. Ik heb heerlijk geslapen, dus dat weet je niet aan. Het is een stuk frisser. Dus, we gaan zo nog even ontbijten en dan gaan we weer op pad. Ik zie jullie straks weer op de motor. Nee, ik zie jullie niet. Jullie zien mij op de motor. Hey, doei hè. Goedemorgen, alweer, ja. Hey, hallo. Nou, we zijn bezig om onze regenkleding aan te doen. Want het is, wat ik vanochtend al zei, redelijk slecht weer. Het is geen harde regen, het miezert, maar ja, daar word je ook nat van natuurlijk. We lijken nog een puin onderweg te zijn. Dus ja, we gaan het zien. Temperatuur op zich niet zo verkeerd, ik zal eens kijken hoor. Dat geeft 30 graden aan, dus het voelt niet echt koud aan. Maar goed, we zijn warm gekleed, dus dat mag geen probleem zijn. En dan ga ik nog een stuk met hem meerijden en dan draai ik af richting Tromsø. En zij rijden dan door naar Evenskjer. En dan kom ik de volgende dag weer naar hen toe. Ik blijf ergens, ga van Tromsø weer terug. Dan zoek ik ergens een plekje om te slapen. En dan rijd ik morgen dan door naar Evenskjer. Dus voegen we ons samen. Dan gaan we gezamenlijk naar het punt van Lofoten. En daar, maar goed, dat moeten we verder nog bespreken. Dus eerst nu even rijden. Nou, daar gaan we. Nou, kijk, prachtige omgeving. Maar zo kijk je dus weer heel anders tegen een landschap aan. Als het zo bewolkt is, mistert. Maar goed, het blijft gewoon een schitterend landschap natuurlijk. Dus we gaan weer kilometers maken vandaag. Prachtig uitzicht. Nou, even een fotomoment hier. Kijk toch eens. Prachtig. Zie daar, het zal ongetwijfeld een gletsjer zijn erboven hoor. Wat een geweldig mooi uitzicht. Prachtig die bergen.
Ongelooflijk, wat een prachtig gebergte, mooi uitzicht. Geweldig. Ja, ik heb er gewoon geen woorden voor. Schitterend. En al die sneeuw die nog op de toppen ligt. Bij de gletsjers waarschijnlijk daar nog. Fantastisch. Kleurt wat grijsblauwe golven. Wat bedoel ik? Och, schitterend. Kijk, kijk, wat een plaatje. Het gaat al kilometers door. Fantastisch. Nou, hier heb je ook nog een veerdienstlijn. De navigatie geeft aan dat ik hier erover moet. Maar goed, ik rijd gewoon door. Dit gaat net zoveel tijd kosten als over de weg. Voor zover wij allen met ons vieren of vijven hebben begrepen, zijn de ferries hier allemaal gratis. Alleen de hele grote ferries niet, daar moet je voor betalen, voor die lange afstanden. Maar goed, dat ga ik vandaag misschien nog wel ervaren. Fantastisch, onvoorstelbaar, wat een landschap. Nou, ik heb ook in mijn vriendenkring en familiekring willen zeggen, Oostenrijk is een schitterend land, absoluut. Zwitserland, schitterend land. Italië, de Dolomieten, een schitterende omgeving. En zo zijn er meer landen, ze zijn allemaal iets moois, absoluut. Iedere land heeft zijn mooie eigen natuur, zijn eigen schoonheid. Maar dit is toch echt overweldigend. Echt overweldigend. Die fjorden, die bergen, dat sneeuw. Onvoorstelbaar. Wat een belevenis. Even een pauze gehad. Dan gaan we. Het is een 70 kilometer voor mij. En dan
ga ik eraf richting Tromsø, de E8 op. Zij rijden door. En voor zover de planning niet goed is, dan zien we elkaar morgen weer. Zo, dus laten we gaan. Het lijkt wel een heel historisch dorpje te zijn. Ik zag net al wat hutjes met graszoden op het dak. Dat hebben jullie waarschijnlijk ook gezien op de camerabeelden. Skibot, zo heet het plaatsje. Kijk, daar is hoe mooi die berg is. Echt zo spits toelopend. Afgestompt als het ware. Prachtig om te zien. Er zullen zijn een stuk of wat meer, maar die zitten in de nevel gehuld. In de mist. Ja, jongen, dit is geweldig. Dit is echt super. Wat een landschap. Er komt eigenlijk ogen tekort. Prachtig. Dus ik ga zo richting Tromsø, even naar het Hard Rock Café. Daar een aantal t-shirts meenemen voor twee maten van mij. En voor een van onze Duitse gasten, Maaike. Maaike wou ook graag eentje. Dus die neem ik voor haar mee. En natuurlijk voor mezelf ook. Goed, ik kan dan zeggen, ik ben er wel geweest. De anderen hebben dat niet helemaal, maar goed. Maaike er wel, die is dicht in de buurt geweest. Dus ja, eigenlijk moet je het bezoeken, hè. Dat is het Hard Rock Café. Zo af, maar we gaan eerst nog even wat drinken. Goed, nou, hier gaan onze wegen zich scheiden dan voor een dag. Misschien dat ik vanavond nog red bij een hotel, maar goed, dat zie ik dan wel. Ik ga eerst naar het Hard Rock Café, dat heb ik voor mezelf als doel. Dus dat gaan we gewoon doen. En ik heb het tijd aan mezelf, dus... Het is super gezellig met ze, absoluut. Maar goed, soms moet je je eigen doelen natuurlijk wel blijven doen. Niet altijd afhankelijk zijn van andere mensen. Nou, Tromsø is nog 80 kilometer. Ja, dit is een leuke groep. Een leuke groep Duitse vrienden. Olaf, Maaike, Ulrich en Horst. Horst is de wat rustige van de groep, net als ik. Olaf is meestal degene die toch wel wat meer aan het woord is. Maaike, die is gewoon heel lief en zorgzaam. Ja, het is toch leuk dat je zoiets mag ervaren. Dat je elkaar zo leert kennen.
Bedoel, Mike gaf net al tegen mij, zei net al tegen mij van volgend jaar misschien gezamenlijk toch naar Noorwegen, Zuid-Noorwegen reizen. Dus, dat is een goed plan. Ja, zo zie je maar weer. Dat je vriendschappen kun je heel snel opbouwen in een kort tijdsbestek. Ondanks dat je alleen reist. En als je alleen reist, dan heb je altijd wel wat mensen om. Ciao! Ciao! Nou, daar gaan ze. Nee, dit is we hebben een goede chemie met elkaar. Dat is ook fijn, maar dat is belangrijk dat je goede chemie hebt. In dit geval is het echt super. Goed, ik ga nog even brandstof tanken en dan ga ik naar Tremzo. Ja, ze hebben V-Power. Dus ik ga eerst even tanken. En dan zien jullie me straks weer op de motor. Goed, nou, onderweg naar Tremzo. Ik heb net getankt. Dat hebben jullie wellicht net ook gehoord en gezien. Maar tanken niet, maar dat ik het zei. En dan nu naar Tremzo, het is ongeveer 68 kilometer, 70 kilometer. Dus kijken bij het Hard Rock Café. En dan ga ik weer terug. Dat ligt dezelfde weg weer terug. Dus het is even een omrit. Maar goed, wat ik al eerder benoemde, ik heb ook mijn doelen, dat moet ik ook halen. Dat heb ik gezegd voor mezelf. En dat ga ik ook, dat blijf ik ook doen. Want uiteindelijk, ik ben alleen weggegaan en het is heel leuk om een vriendengroep te hebben. Maar goed, zij hebben een reis nodig. Maar goed, we zien elkaar morgen weer en dat is gewoon ook belangrijk. En dat is belangrijk. En dat is gewoon hartstikke leuk. Dus het gaat helemaal goed komen. Ja, het is gewoon een schitterende omgeving hier. Hè? Dat is niet te filmen. Ja, ik film het wel, maar het is eigenlijk niet te filmen. Je kan het gewoon niet goed op beeld vastleggen, wat je gewoon met eigen ogen ziet. Prachtige bergen daar met de sneeuw, watervallen. We hebben gletsjers gezien en die zijn er al veel meer. Dus, we gaan weer kilometers maken naar Tremzo. Nou, bijna bij Tromsø, nog 5 kilometer, bijna 6 zie ik staan. Wel een bijzondere locatie. Goed, dit ligt natuurlijk allemaal direct in open verbinding met de zee, de Noordzee. Een schitterende gelegen hier zo aan het fjord, zo bij de zee. Thank you.
ook een heel bijzonder bouwwerk. Dierenkliniek. Een groot cruiseschip daar. Een haven. Oeh jongen, wat een stad. Dat is zo op deze plek. Nieuwkom heet druk bezig aan het vernieuwen. Al een mooie stad zo te zien. Het is een oude stad. Daar komen we. Kijk, hier was een mooie gebouwen. Het is van mij wel een cultuurstad. Nou, jammer van die moderne gebouwen daar weer tussen, maar goed, dat vind ik persoonlijk. Een ander, iedereen heeft daar zijn eigen mening over. Piepende Remmy. Dat moet hier het Hard Rock Café zijn. Het Hard Rock Café zit dus hier naast. Hopelijk mag ik daar parkeren. Yes. Daar was niet wat Lammerts. Goed, nou, bij het Hard Rock Café geweest. Even een bakje gedaan en wat shirts gekocht voor mijn maten. In Nederland en voor Maaike. En dan ga ik nu weer rijden, want het begint ook alweer te regenen. Dus ik heb nog behoorlijk wat kilometers voor de boeg. Dus ik zie het wel waar ik overnacht. Ik denk niet dat ik ergens keer kan redden. Maar goed, ik doe rustig aan. Ik ga sowieso wel even wat meer kilometers draaien vandaag. Het is een hele mooie stad. Hoe heet dat? Tramzee. Oude gebouwen, zoals je ziet daar wellicht al. En, maar goed, ik ben bij het Hard Rock Café geweest. Yeah! We gaan van start. We gaan weer rijden. Zo, en nu ga ik weer richting Lofoten. Even skiën, Lofoten red ik vandaag niet, maar even skiën ook waarschijnlijk niet. Dus, maar goed, in ieder geval, ik ga dan weer proberen 200 km te rijden. Maar echt een hele mooie oude stad. Ik ben er niet verder helemaal in geweest. Het doel was Hard Rock Café.
En dat heb ik gehaald. Dus ik heb al meerdere doelen gehaald nu. Dat is wel super. Ja, het is wel een inderdaad, wat ik al zei, schitterende stad. Oude gebouwen, maar ook moderne gebouwen zoals daar. Een grote bibliotheek zie ik. Ik heb geen idee hoeveel inwoners Tromsø heeft. Ja, een schitterende kerkje. Zo dicht aan het water. Daar is allemaal. Prachtig. Nou, het regent weer. Het spettert eigenlijk niet gezegd, maar. Dit is een voorrangsweg, als ik het goed heb. Zag ik op het bord. Goodbye, Tromsø. Nou, in de Hardrockcafé vriendelijke bediening, absoluut. Toch een hele wapen in Nederland hier naartoe, ja, zeker. Zal je vanavond een t-shirt meenemen voor mijn maten. Wordt nu al steeds frisser hier. Ik zal maar even kijken wat de temperatuur is. 16 graden, dat blijft hetzelfde eigenlijk, maar het voelt gewoon fris. En ja, je ziet hier vlak in de open zee, heb ik begrepen. Ja, het ligt in een heel mooie omgeving, Tromsø. Aanbeland waar ik mijn Duitse vrienden richting Narvik zijn gegaan en ik richting Tromsø. En dan kan ik nu mijn weg verder vervolgen richting Narvik. Ja, het is een omweg van ongeveer 160 kilometer. Dus hier heb ik tot voor die tijd even getankt. Dus nu kunnen we ook niet gewoon door kunnen maken. Nou, nog een aantal kilometers ga ik even brandstof tanken. Even wat eten. Dan zie ik wel hoe ver ik kom vandaag. Maar we rijden nu meer landinwaarts, dus wat verder van de fjorden op, af en op, af. Je kunt zien dat het toch direct iets anders landschap. Ik kan direct zien dat het landschap iets verandert. Nou,
vandaag gaan we even een benzinestation opzoeken. Dat geeft wel iets aan over 700 meter. Dus ik ben benieuwd. Circle K is vaak wel eentje waar een shop bij is. Dus dan kijk ik wel nog iets te eten. En kijk, daar is een benzinestation. Nou, wat ik al zei, ga even benzine tanken en dan zien jullie me straks weer. Goed, nou, even getankt, gegeten, even het toilet, gedronken en dan weer verder. Nou, er komen wat blauwe stukken aan de hemel, gelukkig. Nou, ik heb heel wat kilometers gereden. Vanaf Tromso heb ik een paar buitje gehad, laat ik het zo zeggen. Daarna niet meer, wat gespetter, maar nu is het al een redelijk aantal kilometers droog. En het klaart daar in de verte op. Dus het is heerlijk rijden zo. Maar goed, wat ik al zei, ik heb een regenkleding wel aan. Maar goed, die hou ik nu ook maar aan totdat ik bij een camping ben waar ik hopelijk een huisje kan bemachtigen. Maar goed, dat zal geen probleem zijn, denk ik. Want de ervaring leert dat hier op dit moment nog steeds genoeg plek vrij is in de hutjes en hotels. Het hoogseizoen moet hier schijnbaar ook nog beginnen. Maar wat is het toch genieten, echt. Kijk, dat uitzicht toch. Oh, geweldig. Geweldig. Ja, ik blijf genieten. Ik hoop dat jullie er ook van genieten. Van al die mooie beelden die ik heb gemaakt. Ja, en soms word je er gewoon stil van. Dit soort uitzichten. Van dit soort uitzichten. En momenten. We zijn bij de camping aangekomen. Ik ga eerst even kijken in de telefoon trouwens. Nou, bij de camping aangekomen. Ik weet nog niet of ik hier blijf. Even kijken hoor. Ik moet eerst even wat anders doen. Nou, ik had dus net even de telefoon van Maaike. En ze hebben nog een kamer weten te reserveren daar. Dus ik moet nog een uurtje rijden. Dus ik ga dan ook mijn vrienden maar opzoeken. Want dat uurtje... Ik ben sowieso al voorzien van een kamer dan, dus daar kan ik gerust met een gerustheid die kant op. Heel top, geweldig. Super gasten zijn het. Echt super. Nou, daar gaan we. Naar Eventskjær. Wat een prachtige omgeving. Ik blijf het maar herhalen hoor, sorry, maar... Ik word gewoon overvallen door de schoonheid. Het is zo prachtig. We zijn zo bij het Lofoten straks in gaat rijden. Zover kom ik voor vandaag nog niet. Het hotel is aan het begin van de plek waar je de Lofoten in rijdt. Dus dat gaan we morgen doen. Allemaal glinstert al die regen, de vocht. Schitterend om te zien. Kijk eens, geweldig. Wauw.
uitgebrande auto. Is hij wel gestolen? Helaas, het is alweer de GoPro vastgelopen. Damn, en altijd op het mooiste moment. Het is toch niet te filmen. Onvoorstelbaar. Goed, we gaan weg vervolgen. Nou, hopelijk komen die beelden nu een beetje erop, want het is was een schitterend uitzicht daarboven. Ik hoop dat het gelukt is nog, die eerste opnames. Kijk op maar. Het is de palen. Wat is hier 50? Wat een uitzicht. Kijk toch eens, wat prachtig. Lofoten, moet je eens kijken, wat geweldig. Dat is 57 kilometer en dan ben ik er, volgens de navigatie. Dat gaan we dan zien. Oh, wat een prachtig. Ja, er is geen meer, dit is de zee. En prachtig weer. Dicht bij een vliegveld, dus vandaar ook het vliegtuig. Nou, het is niet zo ver meer, dan ben ik in Ivenkjai. Oh, ik weet niet eens hoe ik het uitspreek. Eens even kijken hoe het uitspreekt. Ivenkjai. Dus daar spreek je het uit. Ik breek me de tong iedere keer over, hoor. Dus, maar goed, het weer is goed hier. Blauwe lucht. Dus ja, perfect. Kan niet beter. Vanochtend was het hier nog wel regen. Dat zagen we op de buienradar. Maar het is helemaal opgeklaard. De temperatuur is nu hier 17 graden. Nou, dat is wel een aangename temperatuur. In ieder geval op de motorrijden. Nou, nog even volhouden. Dan heb ik best wel een lange rit vandaag achter de rug. Ik denk wel meer dan 400 kilometer. Dus dat moet ik later met hem uitzoeken. Hallo, beste abonnees, beste kijkers. Nou. Tromsø geweest, daar hebben jullie kunnen zien. Ben weer teruggereden en uiteindelijk heb ik me weer samengevoegd met mijn Duitse vrienden. Daar hebben we een hotel geboekt voor 2 nachten, even een rustdag morgen.
Kijk er nu 4000, meer dan 4000 kilometer op. Leuke kilometers, fantastische kilometers, kan ik beter zeggen. Maar goed, even rustdag. En we zijn na het eten nog even aan het toeren in deze noordelijke streek. Ja, dit blijft gewoon schitterend. Het is geweldig. We hebben nog even, we hebben nog maar een uurtje gaan we toeren. We zijn een half uurtje onderweg, dus een half uurtje weer terug. En dan nog even een biertje pakken straks. En dan lekker, lekker gaan slapen. De kamer is heel mooi trouwens. Tenminste, heel mooi. Ja, ik vind het een ruime kamer. Goed. Goed, ik laat jullie de kamer later nog wel even zien. En dan zien jullie me straks wel weer. Gaan we zo nog even weer terug naar het hotel rijden. Het is nog steeds schitterend weer trouwens. We staan hier op een brug midden in het water. Ja, ik denk niet dat dat goed te zien is. Kijk, er staan de motoren. Ready for slot. Ja. Even een snelle draai om. Het gaat niet goed met de belichting. Maar goed, het is gewoon een geweldig gebied. Dit is het begin van de Lofoten. Ja, heerlijk. Maar ik al zei, ik zie jullie straks op. Jullie zien mij op straks in mijn kamer. Ik zal jullie mijn kamer even laten zien. Dat had ik net al even gezegd. Dus ik zal even de lens draaien. Moment. De camera is gedraaid. Dus daar is dus het toilet en de douche. Het is redelijk ruim van opzet. Gisteren had ik een veel kleinere douche. Goed, dat is dus de uitgang. Dan heb ik hier nog een kast, een hankgedeelte, motorspullen. Televisie kijken, wat gewoon niet werkt. Dus, maar goed, dit is dus de kamer. Het ziet er allemaal netjes uit. Twee relaxstoelen. Twee persoons bed. Ja goed, daar heb ik dan nog een stoel staan. Daar zit uit. Ja, de zon schijnt nog steeds. Die gaat niet onder de zon. Die blijft nog ietsje zakken, maar die komt zo weer omhoog. Dus, nou ja, de omgeving is prachtig hier. Maar goed, dat heb ik iedere keer al gezegd. Al een paar keer roep ik dat. Dus dat blijft prachtig hier. Dus even de lens weer anders omzetten. Het is een mooie omgeving. We gaan morgen. We hebben een rustdag, maar we gaan wel nog een klein stukje toeren. Een beetje Lofoten gedeelte over. Het is ook een schitterende omgeving en we gaan zien. En, het is morgen maandag. Dinsdag gaan we dan naar het zuidelijkste puntje van Lofoten, de eilandengroep. En daar nemen we de veerboot van Moskenes naar Beude. En dan zien we daar weer of we daar ergens een plek kunnen krijgen. En dan denk ik dat het dan ook de laatste dag is dat ik met mijn Duitse vrienden verder toer. Zij gaan nog op een gegeven moment steken zij over naar richting Zweden. En ik wil eigenlijk nog doorrijden tot aan Zuid-Noorwegen. De Geiranger en de Atlantic Way, de Atlantische straat die er loopt. Zo zijn er nog wat dingetjes. En dan langzaam weer richting het zuiden dus. En langzaam weer richting huis. Ik ben er nog niet helemaal over uit welke route ik dan nog ga nemen. Ik ga over Zweden weer terug. Er zijn best wat kilometers. En ik denk dat ik maar via Kristiansand de veerboot neem naar Denemarken Holstedt. Geloof ik zo is. Maar goed, zover is het nog niet. Het is nu eerst. Gaat nog even genieten van de omgeving. Morgen nog, overmorgen en de rest. En dan zie ik wel hoe het zich allemaal ontwikkelt en verloopt. Dan zal ik nu zeggen tot morgen en tot een volgende video. Hey, doei hè.